welkom bij Ratatouille Radio. We gaan terug naar de jaren 60 met allemaal beatmeisjes uit Zweden. Tot 7 uur zijn we dus bij jullie. Ja, en we begonnen in 1968 met de Angeliques en ze zongen Sunshine Boy. Lisbeth Tengren moet ik zeggen, Jeanette Schultz, Mirjam Tiesel en haar zus Titti begonnen in 1965 in Göteborg een band die ze vernoemden naar de populaire Angelique films en boeken. Tegen de tijd dat ze in 1968 hun eerste single maakten, waren alle vier deze dames al uit de band gegaan. En de line-up voor de twee singles die ze in dat jaar maakten bestond uit zangeres en gitarist Linda Nowit, Irene Svensson op bas en zangeres Kiki Christofferson op keyboard. En niet te vergeten solo-gitarist Jerry Burman. Hoewel er dus ook een man meespeelde, werden ze toch de eerste vrouwenband in Göteborg genoemd. Hun tweede single, waar we net de A-kant van draaiden, werd in Engeland opgenomen en bereikte de 15e plaats in de Zweedse top singlelijst. Ze gingen toch, ondanks dat succes, in 1971 uit elkaar om ieder een solo carrière te beginnen. Linda Nowit en Titti Tiesel, die verhuisde naar Malta en daarna naar Spanje en daarna naar Genève. Dus ze reisde behoorlijk wat af. En later ging Nowit naar Amerika en bleef daar bezig in de muziekwereld. Varenda fin familj har jämt sitt svarta får. Hos oss har det varit faster i alla år. Hon är ett original och nästan genial. Om saken gäller att ordna till skandal. Faster Elin står jämt på, fast hon går på 72. Faster Elin jämt på språng, har ett härligt hålligång. Hon brukar dricka öl när tanterna tar te, och inte vet jag vad hon har blandat det med. Hon kan en massa ord jag aldrig hört förut. Och doftar starkt både svavel, eld och krut. Hon går och bolmar på en tjock kabanna på, för hennes pipor la doktorn vantarna på. Det hon diggar mest i Elvis Presley star. Hon sitter hemma och spelar elgitarr. Faster Elin står jämt på, fast hon går på 72. Faster Elin jämt på språng, har ett härligt hålligång. Familjemiddagen sist, den tyckte hon var frist. Och mitt på bordet tog hon och dansade twist. Och sen så drog hon till med några sjuka skämt. Så gamla garvade uvar rådna skrämt. Hon fixar allting med sin gamla raggafil. Om det är kall på förgasan och någon betil. Och när hon hoppar i då blir det snabba ryck. Hon flyger lågt i en 150 knyck. Faster Elin står jämt på, fast hon går på 72. Faster Elin jämt på språng, har ett härligt hålligång. Hon är en boxningsfan och har en säck av sand som hon går lös på och slåss med timmar ibland. Hon snackar en sån slang att ingen hänger med. Hon känner jag henne rätt, är det du det? Faster Elin står jämt på, fast hon går på 42. Faster Elin jämt på språng, har ett härligt hålligång. Fast hon går på 72. Ja, 1962 en Katrien met de top 10's. Faster Elin. Ann-Katrien Wittlund's vader was een Zweedse goalkeeper in de jaren 20 en 30. Zijn vrouw was een veelzijdige atletiek dame, maar Ann-Katrien besloot niet in de sport te gaan. Gelukkig. In 1963 deed ze mee aan het Melody Festival. Dat de Zweedse voorrondes voor het Eurovisie Songfestival was. Maar verloor het van Monica Zetlund. Die als laatste eindigde op het Eurovisie Songfestival. Dus ze hadden net zo goed aan Katrien kunnen sturen. In 1965 maakte ze een single Tromé Elskin. De Zweedse versie van Be My Baby van de Ronettes. In 2012 trad Katrien nog op de Real Melody Festival. Ook een Zweedse voorronde voor het Eurovisie Songfestival. Ik
denk niet dat ze mee heeft gedaan, maar dat ze de muziek verzorgde tijdens dat de stemmen geteld werden. Uit 1968, Bella and Me, Help Me Break This Habit. Annabella Munter en Gunnel Zanken waren twee 17-jarige meiden die naar Engeland gingen om daar au pair te worden. En kort daarna mochten ze al hun eerste en enige single opnemen, waar het we net een de B-kant van draaide. En dat deden ze bij Columbia. Het was alleen gereleased in Engeland. Maar ze besloten toch terug te gaan naar Zweden. En dat was ook gelijk het einde voor Bella and Me.
In 1965 zong Britt Bergström You Really Have Started Something. Bergström maakte tussen 65 en 73 10 singles en 1 LP. In 1968 werd het nummer Bla Bla Ar Kerklen. Vergeef me een Zweedse uitspraak. Dat liedje klonk perfect. Ja, klonk perfect, hè? gebruikt in een commercial van het Zweedse biermerk Pripps Blå. Ik moet toch echt eens naar Zweden, want het bier met zo'n naam, dat moet toch lekker smaken. Ook nam Bergström deel aan de Zweedse voorrondes voor de Eurovisie Songfestival. Ze probeerden het in 1968 en 1969, maar beide nummers waren geen succes. Ze kregen respectievelijk 1 en 0 punten. Ja, uit 1968, Eleanor Bourdel, The Girls Want The Boys. Bourdel, Eleanor Olsen, begon in 1968 te zingen bij het orkest van Bruno Glenmark. En niet veel later ging ze solo. Haar eerste single, Sunday Will Never Be The Same, werd gelijk een hit in Zweden. Ook de volgende drie singles, de Niels Sedaka cover One Way Ticket en de Del Shannon cover Keep Searching en de Zweedse versie van It Might As Well Rain Until September van Carole King en Gary Coffin, werden nummer 1 hits. In 1972, na 1 LP en 10 singles, stopte ze haar solo carrière. En in de jaren 70 begon Bourdel samen met Suzy, ook een bekende zangeres in Zweden. Daarmee begon ze een restaurant. Ook was ze later actief in de Zweeds Sociaal Democratische Partij. En in een vereniging voor cultuur voor ouderen en een cultuurgezondheidsproject. Please, don't ever try to
Uit 1969 was dit Doris Don't. En Doris Svensson begon haar zangcarrière al in 1960 bij de Zweedse band The Strangers. En in 1966 maakte ze 3 singles met de eveneens Zweedse band Plums. In 1969 ging ze solo. De nummers op haar eerste LP werden geschreven door de Schotse Frances Cowan. En gecomponeerd door Janna Carlsson. Doris maakte in totaal 2 LP's en 7 singles. Voordat ze in 1970 stopte met het opnemen van soloplaten. Wel zong ze nog in 1973 mee op een single van 031. Doris had helaas tijdens haar carrière nooit echt veel succes gehad. Maar toen het Engelse label Mr. Bongo in de tweede helft van de jaren 90... in Zweden, Engeland, Canada en Amerika een reissue uitbracht van het nummer Did You Give the World Some Love Today, Baby? Kreeg ze de echte erkenning van de beatliefhebbers en de pers. En het werd helemaal goed toen hip-hop producer Madlib het nummer You Never Come Closer samplede voor het nummer Closer. En toen werden haar platen populairder onder underground hip-hop fans en platenverzamelaars. En alleen haar tweede LP is dan ook de enige plaat die nog een beetje betaalbaar is. Kärlek är någonting som vi behöver. Äkta kärlek kan man ej få förklöver. Det vill till något annat om du ska få den. Lika bra du lyssnar till alla råden. Du ska ge dig till sås. Under tiden så kan du försöka att lära dig kärlek. Ge inga löften du ej kan hålla. Tänk på att lögner lätt går att kolla. Glöm ej bort att alla någon gång kan fela. Sorger och bekymmer det ska man dela. Du ska ge dig till oss. Det är inte så säkert att din första kärlek blir det som du tror. Ook in 1969 zong Agneta Falskog KD Til Kals. Ik denk dat iedereen deze dame wel kent als die blonde van ABBA. Maar dit nummer is dus van voor die periode. Het komt van haar tweede LP die in 1969 dus werd uitgebracht. En Agneta die begon in 1960 in de meidenband The Chambers. En ze ging op ze had ambities, want ze ging al op haar 15e van school om zich volledig te richten op haar zangcarrière. Ze werkte overdag als telefoniste en 's avonds trad ze op met het orkest van Bernd Enghardt. En dit orkest werd zodanig populair dat ze haar vaste baan kon opzeggen. In 1967 schreef ze het nummer Jag Varsågar.
wat haar eerste single zou worden. Vervolgens werd ze dus ontdekt door de Zweedse rocklegende Little Gerhard, die een demo had gehoord. En hij stelde voor dat ze een nieuwe versie zou opnemen zonder orkest. En zo geschiedde. Haar zangcarrière was goed begonnen, want op haar 17e tekende ze al haar eerste platencontract. En haar single, haar eerste single werd in 1968 al een nummer 1 hit in de Zweedse hitparade. De 68, Lena Junoff, Good Kind of Hurt. Junoff wordt ook wel de prima donna van Hissingen genoemd. En heeft opgetreden met wereldartiesten als Duke Ellington. Ze was de dochter van de Zweedse componist, zanger en nazi-sympathisant Johnny Baudet. En een bordeelmadam. Dus het is niet echt verwonderlijk dat ze liever wilde dat dit niet bekend zou worden. En het is haar redelijk gelukt. Er is geen Wikipedia van pagina van Lena Junoff te vinden. En ik heb dus eigenlijk ook wel wat graafwerk moeten verrichten om überhaupt wat betrouwbare informatie over haar te vinden. Maar het is me toch redelijk gelukt. Ze sprak samen met Willy Brandt heel Duitsland toe. Toen het eerste kleurentelevisieprogramma werd uitgezonden. Ze maakte bij mijn weten maar 3 singles. Maar in de Zweedse rioolpers wordt ze een rocklegende genoemd. Dus het zal iets zijn wat ik niet heb kunnen achterhalen. Het zou iets te maken hebben kunnen gehad met dat ze op een gegeven moment meewerkte aan een album met pornografische slagers. En dat is natuurlijk ideaal voor de roddelpers. In 2012 zong ze nog een liedje op het Baudet-jubilet. Een feest dat ter gelegenheid van haar vaders 100-jarige geboortedag werd gegeven. En frappant was dat ik las op internet dat ze die avond op een DJ-annex-blogger afstapte met de woorden: ik ben de dochter van de bordeelmadam. En in 2014 schreef ze een autobiografisch kookboek. Ratatouille Radio. I feel the same as you, more.
1963, The Case Flipped Over You. De vier dames uit deze band kwamen allemaal van de Adolf Frederiks Muziekschola in Stockholm. Kay Swanerund had de meeste ervaring van de vier. Zij had al in 1962 getoerd met de Mascots. En ook al had ze samengewerkt met Ernie Tune en The Boys. Nadat de producer van Ernie Tune Kay had horen zingen en wel wat in Kay zag, besloot ze met de vriendinnen Christel Geimer, Kerstin Ringnoes en Christina Adolfsson, die de zus was van Rolf Adolfsson van de Mascots, een groep te beginnen dus. De Kays werden al snel het Zweedse antwoord op de Supremes en ze traden op in televisieshows in heel Scandinavië. In 1965, na twee singles, verliet Adolfsson de groep om zich verder te richten op haar studie. En al snel verliet ook Kay de band. En de Kays ging nog heel even door met Sylvester Stelholm en Fiona Oldstam. Maar in 1966 gingen ze dan toch definitief uit elkaar. Liefde voor liefde voor liefde voor liefde voor liefde. In 1966 zong Lil Babs Liter voor Lieden. Op 15-jarige leeftijd werd ze door orkestleider en platenproducent Simon Brem ontdekt. En in 1954 nam ze al haar eerste plaat op. Min Mama's Boogie heette die. Ze had heel veel succes. Hoewel haar carrière een korte onderbreking had omdat ze zwanger was. Lil Babs werd een van de bekendste zangeressen van Zweden en speelde ook in films en televisieseries. In 1959 had ze een hele grote hit met het door Stieg Andersson geschreven Are du Kari me Anu Klaas Goran. In Nederland ook bekend als Hou je echt nog van mij, Rockabilly van Ria Valk. Ze werd in de jaren 60 ook in Duitsland zeer bekend. En in 2017 kreeg ze een plekje in de Swedish Music Hall of Fame. Ze overleed eerder deze maand op 80-jarige leeftijd.
vad en man kan vara härlig och så plötsligt så besvärlig, ärligt sagt förfärlig, ja ni vet. Lite prassel följs av prassel, snick och snack och tisseltassel, och det är trist man längtar att få vara i ensamhet. Tänk dig att ha en man i byrån, i en ass bland andra grejer, när som helst du får lust och locka du fram din ass. Tänk dig att ha en man i byrån, i en ass bland andra grejer, när som helst du får lust och locka du fram din ass. Sjuk eller dyster, har du alltid asken att dra till. Sen har du kul tills det blir tråkigt, blir det obekvämt och bråkigt, stoppar du bara ner din ask i lådan när du vill. Tänk dig att ha en man i byrån, i en ask bland andra grejer, när som helst du får lust och lockar du fram din ask. Tänk dig att ha en man i byrån, i en liten ask bland andra grejer, som helst på lust plockar du fram din ask. Uit 1969, Lil Lindfors en Man Iberan. Deze van oorsprong Finse dame werd in 1960 ontdekt toen ze een optreden deed op de Universiteit van Stockholm. Het jaar erop bracht ze haar eerste plaat uit. Het was het begin van een lange en succesvolle zangcarrière. Na in 1966 mee te hebben gedaan aan het Eurovisie Songfestival, mocht ze het in 1985 presenteren. En ze maakte een memorabele entree waarbij haar jurk bleef haken en het onderste gedeelte afscheurde. Hierdoor stond ze dus in ene in haar slipje op het podium. En quasi ongemakkelijk, want het was natuurlijk allemaal van tevoren bedacht, rolde ze haar het bovenstuk van haar jurk naar beneden. En verscheen er een witte gala-jurk. Ze had haar eigen televisieprogramma ook in Engeland en in Frankrijk. Daarnaast acteerde ze in tientallen films en ontving diverse awards. Alltid svårt att ta farväl, men det finns ett måste lika väl. Om du kunde stanna här ändå, då synden måste gå. Sommarnatten är så djup men kort, redan drar den sista skuggan bort. Redan färgas sommarhimlen blå, så synden måste gå. Solen igen, och jag önskar att vi fick gå i solen min vän, hela livet vi två. Det lär vara djupt, ja underbart, sällan mötas och att skilja snart. Jag vill ha det kvar hos mig ändå, så synd du måste gå. Så synd du måste gå. Se solen igen.
djupt, ja underbart. Sällan mötas och att skilja snart. Jag vill ha dig kvar hos mig ändå, så synd du måste gå. Så synd du måste gå. Så synd du måste gå. Ja, ook in 1969, Annefried Lindstedt. Zij sind du neste kal. We draaiden al eerder een Abbedame. En nu hebben we dus ook de tweede Abbedame gedraaid. Annefried begon al op haar 13e met het Ewald X Dance Orchestra. En in 1967 won ze de Lindstedt New Faces Talentenjacht. En naar aanleiding daarvan mocht ze optreden in Highlands Hörna, een grote Zweedse televisieshow. En nou wou toeval, het was de avond dat in Zweden de rijrichting veranderd werd. Dus heel Zweden zat thuis voor de buis. En Frida, zoals ze later dus zichzelf ging noemen, werd in één klap een nationale bekendheid. In 1969 ontmoette ze Benny Andersson, die haar producer werd. En de rest is geschiedenis. Många flickor i ditt liv, det visste jag nog. Men det där du sa, att den enda det var jag, det tror jag är, nej det tror jag inte på. Kanske du liksom jag blir förälskad en dag, och förstår hur det känns vara kär. Jag har gjort mitt allra bästa för att få dig fast, men det lyckades inte tyvärr. Men nu har du trillat ned ifrån din piedestal. Det känns nog svårt. Men om du nu sa att den enda det var jag, så skulle jag ändå, skulle jag tro dig. Kanske du liksom jag blir förälskad en dag, och förstår hur det känns vara kär. Uit 1960, Mack Lessers, Kanske du liksom jag. Bandleden Agneta Wickforst kende de zusjes Margaretha en Karin Hamrefors al vanaf hun kindertijd. En om tijdens hun studie wat bij te verdienen, begonnen ze in 1964 te spelen in de Rondors Muziekclub. De bandnaam bestaat uit de voorletters van de meiden, met het Franse woord voor zusters eraan toegevoegd. Na op de vierde plaats te zijn geëindigd om het festival in Göteborg, kregen ze een platencontract bij Koepel Records. Ariola, de Duitse tak van Koepel, bracht enkele in het Duits gezongen liedjes uit. Maar ze hielden het alweer snel voor gezien, want Mack Lessers' laatste plaat werd in 1969 uitgebracht. En ze traden voor het laatst op begin 1970. Var en de mensa weet ook kan versto de. Det är blott du som inte går på det. Och jag vet inte hur jag ska nå dig. Hur jag ska få dig se hur kär jag är. Jag önskar blott du gjorde det. Om bara du gav en vink,
borde sett det. Men det är faktiskt inte så lätt det. Hur jag ska få dig fatta det rätt. Det är ett problem för mig. Hur gör man sig? Hur gör man för att fånga dig? Om bara du gav en blink, gav en blink, blott en liten blink, blink. Om bara du gav en blink, gav en blink, blott en liten blink, uit 1969, Maritza, Umbada du Kaf aan Vink. Ja, en ik moet zeggen, op de meeste bands, hoe obscuur ook, heb ik wel iets kunnen vinden. Maar deze band is er heel moeilijk iets over te vinden. Ik heb alleen gevonden dat dit een cover is van Brent Woods, Gimme Little Sign uit 1967. I'm gonna hate myself in the morning. Hate myself, I know. I'm gonna hate myself in the morning. Right now, I don't know. Come here, boy, and kiss me again. Let's try to kiss away all of our sins now. What you gonna say when you go home, boy? Are you gonna tell her that you do it wrong? You're gonna hate yourself. Morning, hate yourself, that's right. You're gonna hate yourself in the morning, babe. Right now, it's still the night. I know it's wrong for us to go on seeing each other this way, yeah. 'Cause at the break of dawn, love will be gone. Die 67, de Nursery Rhymes. We're gonna hate ourselves in the morning. In 1963 ontmoetten Marie Zeelander en Inger Johnson elkaar tijdens een Beatles concert. En met Johnson's schoolvriendin Gunilla Carlo begonnen ze op te treden onder de naam The Dimples. Begin 1965 veranderden ze die naam dus in The Nursery Rhymes naar een Bo Diddley liedje.
Ondertussen hadden Noni Telbrand en Brigitta Nordgen zich ook bij de groep gevoegd. En ze werden al snel een populaire live blues band in Stockholm. Ze waren de eerste Zweedse meidengroep die in Engeland toerde. En ook in andere landen zoals Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Duitsland waren ze populair. Ze traden op dezelfde festivals waar dat ook The Who, The Kings, The Four Tops en The Temptations en al dat soort grote bands optraden. En waren veel gevraagd voor tv-programma's waar dezelfde grote artiesten dus ook voor gevraagd werden. Er werd een platendeal in Frankrijk aangeboden, maar de voorwaarde was dat ze alleen zongen en geen instrumenten bespeelden. Maar ze hadden zoveel vertrouwen in hun eigen muzikale skills dat ze het aanbod afwezen. En tegen de tijd dat in 1967 hadden de dagen. Tegen 1967 hadden de dames er toch genoeg van de door mannen gedomineerde muziekindustrie. Die hun niet serieus nam, omdat het maar een paar domme, tussen aanhalingstekens, 18-jarige poppetjes waren. En gingen dus uit elkaar. Ja, uit 1966, de Pearlettes, When You Walk in the Room. Ja, en dan kijk ik op het klopje. We moeten weer afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren. Alle informatie en on-demand terugluisteren kan op www.ratatouilletv.wordpress.com. En vanavond om 11 uur Ratatouille TV. Juist, op Salto 1. Dat klopt. En we eindigen met de Plommons, Last Train to Liverpool. It was a Manchester station. You were my new inspiration. It was a foggy and cold night. Someone turned up the only light. And I know I had to miss. Waiting for me. Could I leave him? Yes, I can. I had to set him free. Should I go home again? No.